Ja, ik zie het niet als workaholic. Ik zie het als leven, invulling. Het is mijn leven, ja. En dan voel ik me een bevoorrecht mens. Ik was als kind eigenlijk al geïnteresseerd in de politiek. Ik denk een jaar of 11, 12 ging mijn moeder naar het stembushokje. En dan mocht ik nog mee in het stembushok om te kijken waar werd rood werd gekleurd. En ik vond die verkiezingsavonden fascinerend. En ik had toen al het gevoel, nog niet realiserende waar politieke partijen voor stonden. Maar wel het gevoel van, god, daar in Den Haag wat een beetje beslist hoe wij in dit land en hoe ik hier in mijn omgeving woon. Toch wel uit een omgeving, een arbeiderswijkje in Heerenveen. Ik ben er trots op, laat ik dat voorop stellen. Maar ja, ook wel wat onverschilligheid, de passiviteit, mensen die in uitkeringen zitten. Of mensen die tegen jou zeggen van, Malik, realiseer je, een dubbeltje wordt nooit een kwartje. En ik word er eigenlijk nog steeds boos over als mensen te kort worden gedaan, te klein worden gehouden. Soms goed bedoeld, maar met eigen desastreuze effect als het gaat om het welzijn van mensen. Ik bedoel, ik ben de zoon van een gastarbeider uit de jaren 60. Je krijgt een etiket mee. En voor mij was dat een soort trigger om te laten zien wat ik wel waard was. En om altijd voor mezelf nog steeds een lat hoger te leggen. En om te kijken of ik daar overheen kom. De VVD-kiezer heeft voor mij gekozen. En die vraagt iets van je. En die scope moet je wel houden. En voor jezelf beide benen op de grond en je rug recht houden wat mij betreft. Dat vind ik wel heel belangrijke elementen in goed volksvertegenwoordigerschap. Ik voel die verantwoordelijkheid heel erg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe ik ben opgegroeid en welk deel ik daarin nam als op jonge leeftijd al voor een bepaalde verantwoordelijkheid. In het gezin bijvoorbeeld. En dat gaat na. En ik kom dan terug, donderdag, dan is het meestal, en dat zal je zo meteen wel zien, de spoorbrug. En dat is eigenlijk het begin van, we zijn weer thuis. Ja, omdat ik hier me thuis voel, in deze omgeving en niet in het Haagse. Het is wel zo, ik kan daar wel gewoon in opereren, absoluut. Maar ja, nee, uiteindelijk ben ik een plattelandsjongen, zeg ik altijd, geen zeer. Ik maakte mijn carrière zeg maar, binnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat was mijn eerste job ook binnen de IND na mijn rechtenstudie. Ik was denk ik 8 weken gemeenteraadslid ongeveer in de gemeente Ommen. Toen het telefoontje ging van, goh Malik, zou je ook niet op willen gaan voor de Tweede Kamer? Nou, dat was mijn droom, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. En nu ben ik het en dan voel ik me een bevoorrecht mens. Mensen zeggen altijd gekscherend wel tegen mij van, je maakt het wel moeilijk voor jezelf. Omdat je op een bepaalde manier leeft of dat je erin zit. Ik zie het niet als workaholic. Ik zie het als leven, invulling. Het is mijn leven.